Oké, ik stel jullie voor aan Dieke. Dieke is de makelaar en Dieke gaat mij. Hi. Dieke gaat helpen om mijn paleisje te vinden. We zijn bij de eerste geweest, Dieke. Ja, klopt. En u? Ja. En u? Ja, verder. Helaas, deze was het niet. Woonkamer geweldig, vond ik zelf. Mooi hoog plafond, lekker strak. Ja. Maar het entree ernaartoe was niet goed genoeg. Nee, slaapkamers niet. Nee. Gangetje te smal, kon ik met mijn rolstoel niet door. Ja. Kijk, en nu spring ik nog lekker door dat huis, maar dat wordt misschien als ik 80 ben wel anders. wat was er nog meer? Er was een badkuip, geen inloopdouche. Nou, kan ik niet lopen, dus inloop kan ik ook niet. Maar staan douchen kan ik wel, dus in de bad, dat wordt hem niet. Mijn kinderen zouden dat wel lekker vinden. Klein slaapkamertje, leuk voor de baby. Maar draai niet te doen voor jou. Nee, draai niet te doen. Leuk binnenpleintje, of binnen, hoe noem je dat? Een patiootje of zo, hè? Ja, maar met te weinig zon. Ook. En een flinke drempel erin. Ja. En nou, wasmachine en zo stond op een plek waar ik niet goed bij kon. En hartstikke leuk huisje. Ja. Maar geen Ilse huisje. Nee. Op naar de volgende. Oké. Doeg. En het is tijd voor de tweede bezichtiging. De derde en de vierde vandaag. Drie achter elkaar. Ben benieuwd. Misschien ga ik het ooit nog leuk vinden. Het blijft spannend. En Sint-Jorisveld, hè? Ja. 1, 2, 3. En dan, dit heb je dan als prachtige uitzicht.